Hallo en welkom bij episode... Wow. Episode 10, yes, episode 10. Vorige episode was uber, super, extra lang. En ik ben gewoon weer op hetzelfde punt. Ik ben daarna meteen gestopt en... Wauw, dat duurde zo ontiegelijk lang. Het leek ook zo... Ik heb trouwens over een heel... Op een hele zaterdag, over de hele zaterdag heb ik dat helemaal verspreid met opnemen. Dus het duurde niet zo heel erg lang, volgens mijn gevoel. Maar ik heb er weer eens terug zitten kijken en... Wauw, serieus. Dat enchanten van mijn diamond pickaxe en de rest, weet je wel, daar heb ik echt gewoon bijna 10 minuten over gedaan. En daarom is die episode zo lang geworden. Dus ja, ik ga verder waar ik was gebleven. Ik ga op zoek naar een village en ik hoop dat ik eten heb. Ik ga eens even kijken of ik nog wat wheat, bread, dinges. Ik ga even tosti bakken. Tosti. Hup, tosti. Oké. Dus ik ga lekker op zoek naar een village. Dat zou ik de vorige episode aan het eind gaan noemen. Maar toen wist ik nog niet dat ik al 50 minuten lang bezig was. Wauw. En episode 8 was al 40 minuten lang. En ik zei dat dat een hele lange episode was. Nou, over lang gesproken. Ik ga nu even lekker op zoek. En ik ga nog even wat animals killen onderweg. Want ik heb ook wat animals nodig. En ja, dan zie ik jullie zo meteen wel. Zometeen. Kom hier. Ja. Stop. Tot zometeen. Wauw. Moet je kijken wat een rare bomen. Deze dingen zijn 500 blokjes hoog, man. Maar goed, ik ben al echt een heel eind verder. Ik zal even laten zien. Ik begon. De coördinaten van ons huis is min 100, 200. Wat? Min 126. 72. 116. En we zitten nu op 345, 70, 451. Dus dat is al... 400 blokjes richting die kant en iets minder dan 300 blokjes die kant op, volgens mij. En wauw, ik kom ineens midden op een oceaan tegen als ik begin met opnemen. Nou, dan ga ik gewoon hier langs. Maar goed, ik ga nog even lekker hartstikke hard verder. Oh, ik heb echt wat eten nodig. Lekker verder zwemmen en ja, op dit moment zwemmen. Lekker verder onderzoeken hier. En ik heb nog helemaal niks leuks tegengekomen, behalve die rare mega bomen dan. Dus ja, ik zie jullie zo meteen wel als ik wel iets leuks tegenkom. Dus. Ja, tot zo meteen. Wow. Is dit een swamp? Ik ben al een paar swamps tegengekomen. En ik hoop iedere keer dat de slimes zitten die ik kan vermoorden. Maar helaas. Iedere keer heb ik net geen... Wow, even eerst de wereld inladen. Dat geeft een beetje lag, maar goed. Ik zie jullie zo meteen wel weer dan weer. Tot zo meteen. Ja, daar zijn we weer. Bam. In een nieuwe biome. Ice Spikes biome. Dus ik heb de coördinaten al opgeschreven. Dus daar heb ik Silk Door Spikers voor nodig. Maar ik ben lekker verder op met journey. En ik ben even wat eten aan het maken. Dus. Ik ben hier even aan het wachten. Ik heb nog geen enkele village tegengekomen. Ik ben alweer richting huis aan het gaan. Naar richting huis. Zo even kijken. Ik moet nog... 1000 blokjes die kant op en 800 blokjes die kant op, weet je. Dus dat is al een kleine weg naar huis. Ik ben al zo lang bezig. En dat is al de tweede, serieus in real life, tweede dag dat ik bezig ben. Niet dat ik de eerste dag en de tweede dag fulltime bezig ben geweest, maar wel pittig lang. Dus ja, ik ga nog lekker even verder op mijn adventure gebeuren. En ik hoop dat ik wel een village tegenkom. En anders gebruik ik gewoon een van die sites waar je dan in kunt, waar je dan in kunt zien. Van, ja, dan kun je, de hele map kun je dan zien. En ik ga nu even, na deze ga ik even stoppen. Want dan kan ik weer verder. Ik heb nu wel genoeg eten. En ik heb ook genoeg hearts af. Maar goed. Dus, ja. Laatste twee bedoel ik. Kleine lag, of niet? Wauw. Over kleine lag gesproken. Oké, daar gaan we. Back on the way, back to home and to a village. Dus ja, ik ga nog lekker even verder wandelen hier. Want die wereld generate nog tijdens tijd, dus dat is heel irritant om op te nemen. Want dat lagt als de dinges. Dus ja, ik zie jullie zo meteen wel als ik iets heb gevonden. Als ik iets leuks heb gevonden, bijvoorbeeld is dit een rare pik met een
schaap op de rug, weet ik veel wat. Allemaal random stuff die ik dan zie, die ga ik gewoon lekker laten zien. Gewoon just for fun. En ik zei in de vorige episode dat we een iron farm gingen maken. Ik weet niet of dat deze episode gaat lukken, want ik heb nog 0 villages gevonden. 0. Dus dat gaat niet echt snel nu. Dus ja, ik ga lekker verder en dan zie ik jullie zo meteen wel weer. Tot zometeen. Ja, daar ben ik weer. Bam. Volgens mij heb ik een nieuwe tempel gevonden. Aan deze dingen te zien. Dus. Daar komt even mooi uit. Iets op te filmen. Wauw. Bam. Oké. Okay. No mobs in hier. No mobs in hier. Wauw, server lag. Snel dat weg, voordat dat explodeert. Wauw, goed begin. Slecht begin. Gold. Emerald, oké, okay, dat is al een klein beetje beter. Wauw. Laggy. Please stop met zo'n laggy zijn. Omg. Wat is er in vreesnaam aan de hand? Misschien weet ik het. Ik heb mijn random distance heel erg hoog gezet om te kijken of ik nog iets kon vinden. Dat is misschien wel het probleem. Nou, dit erbij. Dat erbij. Helemaal goed. En dan bouw ik nu weer omhoog, want er was niet zo heel veel awesomes. Nou, dat viel wel een klein beetje tegen. Aangezien ik nog een heleboel andere tegenvallers heb. Aangezien we nog steeds geen village hebben gevonden. Nou, ik ga lekker hier naar boven. Lekker makkelijk. Tralalalala. Geen mobs hier. Gelukkig. Dus ik ga lekker verder. Nou, eigenlijk ga ik terug. Welke kant kom ik vanaf? Die kant toch of niet? Nou ja, zo wel. Ik zie jullie in ieder geval zo meteen wel weer. Als ik iets heb gevonden. Ik hoop dat ik iets ga vinden. Dus. Ja, tot zometeen. Bye bye. Ja, daar zijn we weer. Back at home. Ik heb helemaal niks kunnen vinden. Behalve die desert temple dinges die jullie net zagen. Het is zo irritant. Ik kan helemaal niks vinden in deze wereld. Helemaal totaal niks. Nopes, noppes, niks. Geen enkele slime ergens in een, weet ik veel wat, swamp dinges. Niks kan ik hier vinden. Wat een klote wereld. Ik heb nog nooit een slime gezien in deze wereld. Nog nooit. En dit is een beetje... Okay. Dus, ja, ik vraag me toch af of er echt wel een village is hier in deze wereld. Dat ga ik eens even kijken op zo'n speciale website ding, weet ik veel wat het is. Holy shit, wat heb ik? Ik zet wel weer op hard. Maar goed, ik ga dus eens even kijken of het wel echt zo is. Want ik heb echt nog helemaal niks tegengekomen. Geen enkele, helemaal niks. Ik heb alleen nog maar desert tempels gezien. Dat is het enige wat er ooit is gespand in mijn wereld. En, wauw, ik dacht dat ik een schaap hoorde hierboven. Maar dat is gewoon deze schaap hier beneden. En wat een pieplek is dit. Hij sheep. Dus ja, ik ga eens even kijken of er wel villages in deze wereld zitten. En dan zie ik jullie zo meteen wel. En dan hoop ik dat het is gelukt met dat villages zoeken. Want dit begint echt heel erg te irriteren. Ik wil gewoon een iron farm maken in deze episode. Maar dat gaat al heel erg weinig tijd worden. Want ik ga gewoon even zoeken. Want we zitten op de 10 minuten nu, volgens mij. Of 7 minuten, weet ik veel wat, ergens tussen de 7 en 10 minuten in. Dus ja, ik zie jullie zo meteen wel. En dan hoop ik dat ik een idee heb. En als het niet zo is, dan gaan we maar beginnen met iets anders. Of gaan we verder met het andere huis. Want ik heb volgens mij wat cobblestone erbij. Ja, ik heb wat cobblestone. Dus gaan we maar daarmee beginnen. Want anders heb ik ook niks in mijn gedachten wat ik nu wil doen. Zo, eens even eens alle vondsten weghalen. En even kijken, zit hier nog kool in? Zit nog meer dan genoeg kool in? Dan kook ik dit eten meteen eventjes. Ik heb wel wat eten nodig. Dan doe ik dit allemaal eventjes in mijn chest hier. Dat erin. Even kijken. Nou ja, ik zie jullie zo meteen wel anders. Dan is het allemaal tijd van de episode die we ook kunnen voldoen aan het maken van een iron farm. Wat ik wil gaan doen eigenlijk. Dat gaat sowieso niet in deze episode helemaal lukken, maar...
Ik wil vast wel een begin maken, dus... Als we al een video vinden, dan vind ik het wel awesome. Dus ja, we beginnen daar maar eens even mee. En dan zien we wel verder. Want ik weet niet of het überhaupt zo komt, zover komt dat ik een village vind. Dan moet ik weer helemaal met dat zombie villager gebeuren, moet ik weer helemaal gaan werken. En dat is super lastig en super irritant. Dus ja, ik zie jullie zo meteen wel anders, dan verspil ik alleen maar tijd van het bouwwerk. Dus tot zo meteen. Ja, daar zijn we weer met... daar zijn we weer, hier. En ik heb eventjes een update gedaan naar de nieuwste versie. Ik weet niet wanneer het was, maar de vorige keer volgens mij, toen hadden we al geüpdate naar 26. Maar nu zitten we ook al in 27. En ze hebben iets hartstikke awesomes geadd, iets toegevoegd. En dat is... in ieder geval bunnies, oftewel rabbits, je weet wel, gewoon konijnen, dingen. Dus dat hebben ze toegevoegd. En van schapen krijg je nu eten. Dus we kunnen nu gewoon, we hoeven niet meer allemaal koeien en dingen te vermoorden, maar we kunnen nu ook gewoon schapen vermoorden. En dat komt hartstikke goed uit. En waarom zit daar een zombie? Maar goed. Zit hier alweer. Ja. En, oh, ik had iets stemmen. Bijvoorbeeld chickens zit hier al in. Deze snapshot is wel hartstikke laggy en glitchy, want deze torch die hier zit, zit eigenlijk hier. Dus dat is hartstikke glitchy nog. Dus dat is nog een beetje glitchy, maar ik hoop dat er een, dit is versie A, 27A, en ik hoop dat er nog een B komt waar ze dan wel allemaal hebben gefixt. Want dit is kaart glitchy stuff. Dus ja, ik ga eens even verder waar ik gebleven was. Dus ja, dus ik heb een idee. Ik ga voor een brewing stand naar de Nether. Even eens wat blaze rods in mijn Nether fortress halen. Kan ik een brewing stand maken? Kan ik een potion of weet ik wat het was? Potion of harming of zo, weet ik wat het was. En of een potion of weakness. Ja, dat was het. Potion of weakness. En dan ga ik nog even wat golden apples maken en dan ga ik gewoon zoeken naar zombie villagers. Zo simpel is het. Want ik heb er 3 nodig om te breathen. Ik heb zo'n hele andere machine gezien. Dus dan moeten we maar 3 zombie villagers zoeken. En ik ga je zeggen dat het heel lastig, want ik heb dat de vorige keer geprobeerd. En wow, dat duurde zo lang. Maar goed. Ja, dus dan zie ik jullie zo meteen wel als ik een brewing stand heb. Dus. Zometeen. Ja, daar ben ik weer. Ik heb... even kijken. Een hele stack aan cobblestone opgebruikt. Maar goed, ik heb dus dit mooi gemaakt. Zo, brewing stand, helemaal perfect. Deze gebruik ik lekker in deze chest. Dan er ook nog bij. Even kijken, waar ga ik dit ding plaatsen? Ik ga nog een speciaal huis hiervan maken. Ik heb geen idee, ik plaats hem nu voor even hier. Geef hier neer, zit in een hele hitbox. Oh, laat maar. Dus ja, dat hebben we nodig. Ik heb nog glas hierin zitten. Ik heb even... Wow, dat was bliksem. Gelukkig doet bliksem geen damage aan de omgeving. Dan heb ik hier even een water source nodig. Waar ga ik die plaatsen? Ik heb natuurlijk nergens ruimte voor een water source. Dus laat ik eens even alle 3 de bottles pakken en snel dit doen. En dan weer oppakken. Dat is beter. Oké, dan doe ik die even hierin. En dan hebben we nether ward nodig. En dan heb ik nog een nether ward. Nether ward. Omdat ik het heb. Oké, dus ik moet nog een keer naar de Nether. Fijn. Hartstikke cool. Het gelukkig zit hier ergens Nether Ward in. Gewoon. Nee. Nergens Nether Ward. Gewoon. Nee. Oh, dammit. Dus, ik zie jullie zo meteen weer als ik Nether Ward heb. Nee, wacht. Ik neem dit keer wel een beers mee. Dus, ja, tot zo meteen. Ja, daar ben ik weer. Het is hartstikke laggy in deze Nether, maar goed. Ik zal even laten zien wat ik heb gezien. Ik heb net 2 chests tegengekomen en er zat gewoon diamonds in. Bam. Hier een chest en daar een chest. En het is een hele laggy Nether, dus... Oh man. Dus ik ga niet zo heel veel opnemen hier, maar ik zal je even een beetje laten zien hoe dit eruit ziet hier. Ik ben even op zoek naar Nether Ward. Wow, daar kijk ik echt nooit naar beneden. Ik hoop dat ik hier ooit Nether Ward vind, want volgens mij loopt het hier overal dood. Ah, dat is eng. Dus ik ga lekker verder met zoeken.
En ik hoop dat ik wat netherwart vind, anders kunnen we niet eens beginnen met zombie villagers breeden. Dus ja, ik hoop dat ik het zo meteen even vind en dan zie ik jullie zo meteen weer terug in de overworld. Tot zometeen. Wow, even laggy hier. Dat zie ik dus de hele tijd als ik niet aan het opnemen ben. Hetzelfde, alleen net ging het even goed met 60 fps. Dus ja, tot zometeen. Yay! Bam! 5 seconden later. Dus, we hebben nether ward. En ook nog een boel ook. Bam, bam, bam. Nu moet ik er nog even wat soul set meenemen, zodat ik het ook nog kan farmen. Ik moet er een speciaal huis voor maken voor dit. Of ik doe dit gewoon bij die andere huizen in. Ja, soul set haal ik later wel. Dat vind je overal hier in de nether. Maar ik heb nu wat ik wil, dus even verder zoeken nog hier of er nog iets cools zit. En dan zie ik je zo meteen wel weer back at the overworld. En dit keer denk ik wel, tenzij ik nog iets cools vind. Dus ja, tot zometeen. Nou, deze lag spike. Dus ja, daar zijn we. Met de nether ward in de brewing stand. Oké, wat ik nu nodig heb is volgens mij een fermented spider eye. Dus dat ga ik even pakken. Dat is heel simpel. Dan maak ik dat ook alweer. Dit volgens mij is helemaal sugar. Ah, sugarcane. Serieus. Sugarcane, oké. Zo. Volgens mij moest het zo. Ja, oké. Ik heb de Splash Potion of Weakness. Alleen ik heb nog appels nodig. Dus ik ga even lekker op appeljacht. Oftewel, ik ga even wat boom hakken. En Oké. Maar goed, ik zie jullie zo meteen wel. Als ik dat heb. Dat doe ik nog even, want ik moet nog een paar boom hakken. En de texture is weer helemaal katuk. Dus. Ja, ik zie jullie zo meteen wel weer als ik lekker appels heb. En dan kunnen we naar zombie villages gaan zoeken. En dan hoop ik dat we gewoon in deze episode al gewoon iets kunnen beginnen aan de villager breathing. Want dat moeten we natuurlijk als eerst doen. En dan ga ik wel even een beetje AFK'en. Want we hebben minstens 40 villagers nodig voor de farm. De iron farm die ik dan wil gaan maken. Want ik weet nog steeds niet of ik die wel wil maken of een andere. Want er zijn twee verschillende. Dus wauw, dat was een enderman. Maar goed, ik ga even hier wat bomen hakken. En ik hoop dat het heel snel gaat, dat ik heel veel appels krijg. En dan zie ik je zo meteen wel. En tot zo meteen. Ja, dus. Daar heb ik 3 golden apples, 3 potions, nu alleen nog maar 3 villagers en 3 zombie villagers. En dan zijn we klaar met dat. En dan zal ik meteen even kijken. Wow, dit is helemaal gegroeid al hier. Wauw. Oké. Dus. Ja, dan moeten we alleen even wachten totdat we dat hebben. En ik zie jullie wel als ik de eerste heb. En ik hoop dat dat heel snel gebeurt. Is trouwens deze kip al gebraden hier. Ja, er zit er weer een kip in. Mooi zo. Dus ja, dan zie ik jullie zo meteen wel. Dus ja, daar zijn we. Wow, dat duurde fucking lang. Echt fucking lang. Serieus, ik ben nu bezig met het rails afbreken, maar wauw, dat duurde fucking lang. 3 villagers. Dat is het enige. En wauw. Ik deed er minstens 3 uur over om alleen maar die dingen te vinden. Dan moest ik ook nog wachten tot ze zijn helemaal gegroeid, weet je wel. Maar ik ben nu klaar. Ik moet nog. Ik zie nu dat ik 1 ding ben vergeten. Even wat cobblestone pakken nog. En ik ben onderweg. Ik heb trouwens nog maar 5 van die hamburgers over. Dus dat ik ook hartstikke snel dat eten. Maar ik heb raw mutton. Of wel het nieuwe eten. Kijken hoe dat hield. Geen idee dat ruikt trouwens. Maar goed. Ja. Cooked met hem. Oké. Gaan we eens even kijken hoeveel dat hield. Dus, wauw, dat duurde super lang. Maar we hebben een villager breathing system ding. Achter iets. En ze komen hier dan uit automatisch. Maar ik moet nog even 1 ding in blok plaatsen. Zie ik al. Maar nu werkt het niet omdat het nog nacht is. Dus dan moet je eerst even wachten tot het dag is. En dan, wauw, dat moeten we ook niet hebben. Want dan worden ze hier zo en dan groeien ze op. En dan gaan ze, als ze opgegroeid zijn, gaan ze daar naar boven. Dus dat is hartstikke handig. Dan hebben we uiteindelijk heel veel villagers. Tenminste, dat hoop ik. En je kunt trouwens ook nog eerst die laten breathen. En dat nog even dichtmaken, zodat er daar meer villagers komen. Dat wil ik trouwens eerst even doen. Dat even dichtknallen, zodat ik niet zo heel veel... Oké, dit wil ik even weg hebben.
Dan breathen ze eerst en waarom wilde ik niet? Zo. Oké. Dus dan breathen ze nu en dan komen er allemaal kleine en dan moet ik zo meteen eventjes een keer dat er tussenuit slopen en dan komen ze daarin en dan kan ik ze daarvan uit weer naar de iron farm doen. Maar als het goed is werkt dit, ik hoop het tenminste. Hup. Hup. Oké, boom. Ik hoop dat het werkt. Ik heb hier mijn iPad en ik hoop dat ik alles op de goede hoogte heb gedaan. Mocht dat niet zo zijn, dan moet ik alles eens weer even verplaatsen, gezellig. Even kijken. Klopt dit? Denk het. Hier laat hij dat zien. Je moet namelijk een bepaald aantal blokjes naar beneden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, dat klopt wel. Oké. Okay. Maar ik ben er wel achter gekomen dat... Bam, daar viel weer iets van mijn bureau af. Oké, okay, maar goed. Ik ben er wel achter gekomen dat dat nu een slab moet zijn. Dus ik weet niet of dat heel erg belangrijk is, maar laten we het toch maar voor de zekerheid even doen. En ik hoop dat hij niet ontsnapt. Bam, goed zo. Je kunt het goed. Oké, wat doe je dit eigenlijk? Oh. Gold voor emerald en 40 van die voor emerald. Dus. Nou, maar hopen dat het werkt. En want volgens mij werkt niks bij mij nu. Aangezien... oh, is het weer een kip daar? Niks gewoon. Dit werkt als dus echt zo sloom als ik weet niet wat. Ik denk gewoon eerst even achteraan. Die moet ik hebben. Kom hier. Kom hier jij. Hup, dood. Bam. Wat kreeg ik? Gunpowder en nog iets. Dus, ja. Oh, ik ben echt gewoon moe van het werken. Het duurt zo lang om het allemaal te krijgen, jongen. Echt waar. Probeer het zelf maar eens. Je hebt alleen golden apples en een potion nodig. Zo'n weakness potion, splash potion. Dan doe je dat weakness potion, gooi je op hem. Daarna geef je hem een golden apple. En dan bouw je hem helemaal in, zodat hij het weg kan. En ook even op zijn hoofd. Anders dan burnt hij in de daylight. Dus, ja. Noem maar hopen dat het ook nog werkt. Ik hoop het. Want anders dan zit ik hier zo voor niks te doen. Maar goed. Oké, okay, we zijn bijna met 5 etendingetjes er vanaf. Dus kijk of hoeveel ik nog moet. En 3. Wauw, ik had wel iets meer verwacht. Ik had 4 verwacht of zoiets. Ah, dat is jammer. Maar goed. Misschien bedenk ik daar nog iets leuks op. Kent iemand iets met schaapswarma? Oké, dan doe ik gewoon een broodje swarma. Dat tekst ga ik nog wel eens een keer veranderen. Ik moet even kijken hoe lang we nu aan deze, in deze episode zitten. En dan zie ik jullie zo meteen wel weer terug. En dan kijken of ik nog tijd heb voor iets anders. En anders ga ik nog even AFK aan het eind van de episode. Dus ja, tot zometeen. Dus ja, ik heb net even gekeken en volgens mij zijn we pas bij de 20 minuten of zo. Dus ja, ik heb geen idee wat ik nog wil doen in deze episode. We kunnen alvast beginnen aan het gebouw wat ik moest... Wow, auto rijdt voorbij. Ik denk dat ik mijn raam eerst maar eens even dicht ga doen. Dus. Ja. Ik weet alleen niet waar de spawn chunks zijn. Dan moet ik nog even kijken in MC Edit. Het was ergens daar of zo, weet ik veel wat. Ik weet nog wel waar ik precies span. Dat is wel grappig. Oké, dus ik weet nog wel waar ik span. Ik zal even daarheen lopen. Dan heb ik nog iets te doen. En dan hoop ik dat die straks even is breathen. Dat hoop ik tenminste. Dat die gewoon overal breathen. Want we hebben 40 villagers nodig. Voor één kant. En dan krijg je 2600 iron per uur. Staat er. De Iron Titan is dat. Ik heb geen idee of ik die ga gebruiken. Maar het lijkt me super awesome. Alleen duurt dat project ontiegelijk lang. Ik bedoel met ontiegelijk gewoon echt fucking lang. Oké, okay, ik spande hier. Toen heb ik dit deurblokje weggehaald. En toen ben ik die boom gaan minen daar. Kijk, dat weet ik allemaal nog. Haiku. Bunny hap. Hap. Kom hier. Bam. Toch nog anderhalf, hè. Dus, ik ga eens even rondkijken of ik nog wat kan doen. En, ja, ik hoop dat ik nog wat kan vinden. En ik hoop eigenlijk ook nog op slimes, want ik wil echt zo graag iets met pistons doen. Maar goed, ik heb nog echt fucking nul slimes in een hele serie gezien. Echt nergens. Op geen enkele swamp biome heb ik ooit een... mooie slime gezien die ik kon killen om slimeballs te krijgen. Dus ik hoop eigenlijk wel dat dat wel een keer gebeurt. Dus ja, ik kijk nog even wat er rond en ja, dan zie ik jullie zo meteen wel weer. Dus tot zometeen.
Glitchy. Dus ja. Nou, ik denk dat ik maar even ga AFK hier. Ik heb toch niks anders te doen, dus. Ik zie hier nog steeds maar twee entities, staat hier ook. Die twee, staat nu hier boven in beeld. Twee van de 45. Dus, ja. Ik hoop dat die snel even gaan vermenigvuldigen. Ja, dus ik ga even eens lekker AFK'en. En ik denk dat ik voor een uurtje of zo ga AFK'en. En dan zie ik jullie de volgende keer wel weer terug. Na de AFK. En dan hoop ik dat er wat verliekers zijn natuurlijk. Want als het niet werkt, dan ben ik echt gewoon hartstikke... Dan weet ik het ook niet meer, weet je. Dan weet ik het ook niet meer. Ik heb helemaal niet gekeken of dit een efficient farm is. Ik zal even kijken op die YouTube-pagina. Er staat niks bij van hoe snel dat gaat. Simple infinite village upgrading system. Wow. Oh. Oké. Dus zo te zien kun je ook nog meer doors adden. En ik denk dat ik dat lekker ga doen, want dan gaat het nog sneller. Ja, ik ga dat dus even doen. En dan zie ik jullie zo meteen wel terug als ik klaar ben met AFK'en. Dus ja. Tot zometeen. Even kijken, kan ik hier nog wat toevoegen? Kan pas hero. Ik vind het wel. Ach ja, zolang het werkt vind ik alles best. Zoveel mogelijk doors plaatsen. Wat ik ook nog even moet doen is wat vensters eromheen zetten. Dus wat het willen, hoe heet dat, dinges de doors niet breken. Dus ja, ik zie jullie zo meteen wel weer terug. Ik zie jullie zo meteen. Wauw. Gelukkig dat ik nog even keek naar de reacties die in de video stonden, maar ik ben er dus achter gekomen dat dit voor 1.7 is en het werkt niet meer in hoe heet dat in 1. Oh, dat moet ik even. Het werkt niet meer in 1.8. Dus ik moest het zo doen. Met wheat, want die doen nu automatisch, we zijn nu aan het traden. Bam. Dus ja, ik doe even dit, dan groeit het wat sneller. Want wat ze nu doen is, ze pakken dat op als het goed is. Maar hij plant er net hier een seed. Ik doe het even dat ze dat merken dat het dan is gegroeid. Maar als ze merken dat het is gegroeid, dan pakken ze dat. Wauw, waarom is het zo glitchy? Hoi. Nu even niet. Als ze dan weten dat het is gegroeid, dan pakken ze het op. En als ze een bepaald aantal hebben van één ding, dan gaan ze dus traden met elkaar. Totdat de ander ook evenveel heeft. En als ze allebei klaar zijn met gaan ze kleintjes krijgen. Om het maar net te zeggen. Dus. Het duurt heel lang voordat ze het helemaal hebben gedaan. Dus eerst moet alles helemaal volgeplant zijn. En dat duurt eventjes. Dus ik moet heel lang even keien hier nu. Uiteindelijk pakken ze dat op. En dan. Plaatsen ze dus nieuwe seeds. Plaatsen ze dan hier. Overal. Totdat alles vol is. En dan gaan ze proberen te traden. Dus ja. Het is maar even goed dat ik daar had, dat ik dat had gezien, want anders dan had ik daar nu gestaan AFK'en voor niks, want dat werkt niet meer. Dus ja, er zit hier al eentje in, dat is die derde die ik had. Ik heb hier gewoon twee ingedaan hier. En ik hoop dat dit werkt. En als het niet werkt, dan heb ik echt gewoon schijt aan dit. Maar goed, ik ga dus even eens nog lekker AFK'en en tot zometeen. Kijk, ze is werken. Het gaat hartstikke goed hier. Ik ben nu een kwartier bezig en ze zijn nu al bezig met dingen pakken en neerzetten weer. Dus ik hoop dat het snel gaat zometeen. Kom op, je kunt er niet bij, hè, of wel? Volgens mij kan die niet bij, nee. Die hoort er ook niet. Wow, ik moet hierbij kunnen. Oké, dan zo. Trouwens, deze kan ik niet goed weghalen nu. Dat doe ik gewoon daar. En daar moet een blok voor, anders dan
duwen ze elkaar hier af. Dus, wauw. Weer dat politie gedoe met dat driehoek ding. Kom dat dan? Ah, niet weer, hè. What have I done? Hallo? Oké, dan niet. Dit is heel irriterend. Oké, dan even zo. Nou, als het goed is, zien jullie nu, overal is alles geplant. En straks gaan ze dus, als ze genoeg items hebben van alles, ik zal even oplezen, staat in die beschrijving van, ja, hoe heet dat ding is. Als ze 6 brood, 12 wortels of 12 potatoes, ik heb 12 potatoes hier dan. Er zit licht als poison potatoes. Dus als ze dat hebben, 12 potatoes of 6 brood, dan gaan ze traden. Als ze een dubbele hebben, dan gaan ze traden. En als ze allebei dat hebben, dan gaan ze, even kijken, 2 villages. Villages have different professions. Nou, Oké. Ja. Dus, ja, by giving them half of their food. Dus als ze de helft geven, als ze de 12 hebben, dan sparen ze door tot 24. En als ze de 24 hebben, dan geven ze dus 12 aan de ander. En dan hebben ze dus allebei 12 en dan gaan ze breathen. Tenminste, zo hoorden te gaan. Dus ik ga lekker AFK hier en dan zie ik jullie zo meteen alweer terug. Oh, dat is zo irritant. Wat heb ik net gedaan dan? Serieus. What have I done? Serieus. Ik ga toch niet vertellen dat alles nu ineens helemaal glitchy wordt. Ah, beter. Waar ligt het aan dan? Een shovel? Ligt het aan bacon? Ja, ligt aan bacon. Ligt het serieus aan de bacon? Wat? Nou, altijd bacon in je hotbar houden. Dus. Tip. Tip van de dag. Dus. Best wel raar. Maar goed, ik hoop dat dit werkt en dan nu eindelijk wel zie ik jullie zo meteen weer terug. Want ja, net ook al zo meteen terug, maar ach ja, laat maar. Dit even 10 gold voor een emerald. Ik snap het nog steeds niet. Wow, maar goed. Bedankt. Wat bedankt? What the fuck? Oké, in ieder geval tot zometeen. Oh, dat is een little lag. Dus, ja, ik ben er weer. Ik heb ge-AFK'd voor, nou, ik denk een kwartier. Nou, iets langer dan. Het was gisteravond. Maar, toen heb ik, hoe heet dat? Ik denk een half uur of zo. Heb ik een half uur ge-AFK'd. En nu net weer, denk ik een kwartier of zo. En ik heb 2 mini-villagers, maar dat komt ook een beetje omdat ik zelf een beetje heb gebomiliseerd. En omdat ik ze ook allemaal potatoes heb gegeven die ik van de normale farm heb. Oh, wow. What is that thing doing? What are you doing? Je moet omhoog gaan, man. De bedoeling dat je omhoog gaat. Oh shit. Daar gaat een van mijn villagers. Denk ik. Ook niet, maar is hij hier? Is hij hier? Ja, hij is daar. Oh, hoe kom ik eruit? Gewoon zo. Mooi zo. Ja. Dus dan heb ik hier 2 villagers in zitten. Een cleric en nog een cleric. Die andere 2 wil ik erin laten. En die andere kleine baby, die kan ik ook nog wel een keer weghalen. Eigenlijk hoort dit open te zijn trouwens. Maar wow, daar gaat er weer een. Of niet? Dus. Ja? Ja? En die andere volgens mij nog niet. Maar goed, dus dat gaat hartstikke goed. Dat duurt wel heel erg lang trouwens. Met die andere breather was het echt gewoon binnen 3 minuten dat je van, viel ik naar binnen. Maar
Oh, de regen lijkt echt een beetje. Maar ik ben nu in de, weer een nieuwe snapshot. Dit is niet de A, maar B van 27. Dus het is niet zo heel ver, maar het is gewoon hetzelfde. Een beetje als van die bugfix. Maar ik vind het niet, echt bepaald, niet bepaald een bugfix. Ik ga deze even opeten, just for fun. En ik hoor zombies. Maar dat hoor ik al vaak. Dus, ik heb een heleboel friet. Ik bedoel, serieus, een heleboel friet. Ik heb serieus de potato field erachter echt 25 keer leeggemaakt. Nou, dat heb ik er maar één keer gedaan, maar... Ik heb een paar van de potatoes heb ik gegeven aan de vrienden daarachter. En de rest heb ik allemaal gewoon lekker zelf genomen. Dus, en hier heb ik allemaal stuff in gedaan. Maar deze episode zit er alweer op, helaas. Dat is nou jammer. Maar ik denk niet dat we in volgende episode al kunnen beginnen met de Iron Farm. Want ik had niet verwacht dat de Villager Breeding zo sloom zou gaan. Dus ja, ik denk dat het een andere episode wordt. Ik denk over een paar episodes of zo. We kunnen dan hier nog waar. Dan kunnen we hier nog een paar opbouwen en dan zien we wel. Ik hoop dat er eigenlijk gewoon een stuk of 40 komen. Want dan kunnen we gewoon de Iron Titan maken. Anders dan maken we gewoon andere kleintjes. Ja, lukt het? Je kunt het. Dus ja, deze episode zit erop. We zitten nu op 30 minuten of zo, 33 minuten of wat. Zoiets. Dus ja, bedankt voor het kijken. En ik heb al zo'n idee wat ik in de volgende episode wil doen. Maar ik heb nog geen idee of ik dat wel ga doen. Dus ik ga het ook nog niet zeggen. Hoor. Dus, auw, dat hurts. Dus, ja, ik ga hier denk ik... nog even AFK'en. En ik hoop dat het dan nog iets meer wordt. En ja. Ja, kom op. Denk alleen maar aan zijn baby. Stom ding. Kom op, denk ook eens aan je potato's. Dus. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken. En ik hoop dat je het leuke episode vond. Het was een pittig lange episode. Zoeken naar villages. Dus. Ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Ja, misschien in mijn hoofd. En glimmende benen. Wauw. Nu helemaal glimmend. Oh, man. Maar goed. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye.